En u moet zich diep en diep schamen. Okay. En uw tijd komt nog wel, want er komen tribunalen. Voorzitter, dat was mijn betoog. Druk niet op die snoesknop. Ga voor een Europees buitenlandbeleid. Laat Nederland doen waar het echt goed in is. En zorg ervoor dat we onze geloofwaardigheid behouden. Dank u wel. Blijft u nog even staan, want er zijn vragen. De heer Van Houwelingen als eerste. En dan de heer Van Dijk en dan de heer Brekelmans. Ja, dank u, voorzitter. Ja, mijn vraag zal niet als een verrassing komen, denk ik, voor de heer Sjoerdsma. De heer Sjoerdsma, net ook weer, die is er niet vies van om andere landen eigenlijk de les te leren. Rusland krijgt er vaak voor langs en natuurlijk Polen. Hongarije, enzovoort, enzovoort. En nou is het dus zo dat, en we hadden het er gisteren in het debat ook over, en dat, wat ik net al zei, dat in Letland dus parlementarisch het parlement zijn uitgezet. En ik wil even rechtzetten wat mijn collega van de VVD net zei. Het heeft dus echt niks te maken met volksgezondheid. Het Letse parlement zegt dat zelf. Het in de wet staat, degene die het hebben ingediend, het gaat om het beschermen van eigenlijk de geloofwaardigheid van het overheidsbeleid. Ja. En dat kunt u wellicht met me eens zijn. En ze mogen ook niet stemmen, ze krijgen geen salaris meer. Ze zijn echt helemaal uitgekieperd. Anders hadden ze toch nog online mee kunnen doen of zo. Dus het heeft echt niks te maken met volksgezondheid. En als mijn vraag, stel u voor dat bijvoorbeeld Orbán zou zeggen van, nou weet je wat, de Volt in Hongarije, die ondermijnen mijn anti-LHGBT-beleid, die smijt ik het parlement uit. Mm-hmm. Nou, zou de heer Sjoerdsma, zou die dan ook zeggen van, nou ja, vind ik prima, daar ga ik mee akkoord. Of vindt hij dit een groot schandaal, wat ik dus hoop, en is hij dus bereid om de minister daarop aan te spreken? Want ik heb in zijn betoog er niet over gehoord. Heer Sjoerdsma. Ja, voorzitter. Ik wil het antwoord in twee delen. Misschien allereerst de situatie in Letland en ook in meer een algemene zin als het gaat over parlementariërs. Mijn fractie is tegen het smoren van elke parlementaire stem. Ongeacht de kleur of de opvattingen van die partij. Of je nou een Poetinist bent, zoals veel van de Letse parlementariërs, of je nu een Koerdische parlementariër bent in Turkije, of je nu Palestijnse parlementariërs zijn die vastzitten. Ik vind het onacceptabel dat een democratische stem wordt gesmoord, buitenspel wordt gezet of zelfs de toegang tot het parlement wordt ontzegd. Dat ben ik met de heer Van Houwelingen eens. Tegelijkertijd voel ik ook een groot ongemak. Echt, ik moet eerlijk zeggen, een heel groot ongemak. Van Houwelingen dat hier bij mij komt staan te betogen. In dit parlement. Namens een partij die stelt dat de heer Hugo de Jonge bezig is met massamoord. Ik citeer even 11 november Urk. Die zegt dat ongevaccineerden de nieuwe Joden zijn en dat wegkijkende uitsluiters de nieuwe nazi's en NSB'ers zijn uit een ledenmail van 15 november. En dat geeft mij zo'n groot ongemak, omdat ik denk dat het niet alleen forum onwaardig is. Ik vind het ook Kamerleden onwaardig dat ze dit soort uitspraken doen. Ik vind dat het ons parlement en onze democratie onwaardig is. En nee, ik wil u daarom niet uitsluiten. Maar ik zou u wel willen vragen om dat terug te nemen. Heer Van Houwelingen. Ja, even voor de kijkers thuis zou ik bijna zeggen. Dit is dus precies wat altijd gebeurt. Ik stel u een vraag, een inhoudelijke vraag, waar u natuurlijk geen antwoord op gang kan geven, omdat u volkomen klem staat. En dan haalt u er nu totaal iets anders bij. Het doet er helemaal niet toe wie die vraag stelt. Misschien kan de heer Bisschop straks dezelfde vraag stellen en dan zit u denk ik helemaal klem. Dus geef eens antwoord op mijn vraag. Gewoon de vraag die ik u net stel, in plaats van allerlei onzin erbij te komen halen. Bent u bereid, dat is eigenlijk de vraag, bent u bereid om de minister hierop aan te spreken van dat hij de Letse ambassadeur bijvoorbeeld op matje moet roepen, dat hij volgende week bij de Raad Algemene Zaken de Letland de les moet lezen. Bent u bereid om dat te doen? Heer Sjoerdsma. Ik zou zeggen, meneer Van Houwelingen, wees eens een man. Als uw fractievoorzitter dat soort uitspraken doet, dat soort walgelijke uitspraken over de Tweede Wereldoorlog, over een minister, hem ervan beschuldigd massamoord te begaan. En dat hij dan niet durft te zeggen, ja, daar sta ik achter, ik neem dat niet terug. Of durft te zeggen, op aansporing van mij, om het wel terug te nemen. Hij durft het gewoon niet te herhalen. Hij staat hier een beetje bedremmeld mij te beschuldigen dat ik geen antwoord heb gegeven. Maar ik heb hem antwoord gegeven. Klip en klaar. Ik ben het met u eens. Wat in Letland gebeurt, kan niet. En als de minister daar iets van wil zeggen in een Europese Raad, hij heeft mijn steun. Maar nu u, meneer Van Houwelingen, u. Want het gaat hier over de waardigheid van het parlement. De waardigheid van onze democratie. En ik wil van u weten, staat u achter die uitspraken, die verachtelijke uitspraken van de heer Van Baudet, of niet? En neemt u het terug? De heer Sjoerdsma, heel graag via de voorzitter. Dat haalt iets van de emotie. Via u, mevrouw de voorzitter. Ja, ik zal deze, heer Van Houwelingen. Ik zal deze clown een antwoord geven. U bent dus heel erg ontevreden met vergelijking met de Tweede Wereldoorlog. Oké, met welke periode mogen we uw misdaden? Nee, niet uw. Misdaden hier? Niet u. Ja, hij doet het toch ook? Mogen nee, uw misdaden ook niet dan hij, wel vergelijken? Uitsluiten via van miljoenen de voorzitter. Mensen uit onze samenleving. De invoer van die verschrikkelijke apartheidspas op basis van een grote hoax. Zegt u maar, met welke periode wilt u dan dat het
vergelijken. Mevrouw de voorzitter, kan de heer Sjoerdsma aangeven met welke vergelijking? Zo doen we dat hier, om het wat rustiger te krijgen. De heer Sjoerdsma. Voorzitter, deze periode is niet makkelijk te vergelijken met een andere periode. Want we hebben te maken met een pandemie van ongekende proporties. We hebben te maken met een wereldwijde ziekte die miljoenen doden tot gevolg heeft gehad. En dan kan je, laat ik dat dan toch maar doen, mevrouw de voorzitter. Dan kan je zeggen dat die ziekte nep is, dat het een hoax is. Dan kan je insinueren dat je daarmee microchips ingespoten krijgt. Dan kan je romans schrijven onder een pseudoniem die half Hitler verheerlijkend zijn, zoals de heer Van Houdingen heeft gedaan. Dan kan je hier te gaan staan en mij een vraag stellen, maar ik vraag het aan u, meneer Van Houdingen. En als u niet het lef hebt... Ik vraag het aan de heer Van Houdingen. Via de voorzitter, als de heer Van Houdingen niet het lef heeft om die woorden hier te herhalen in het parlement of er afstand van te nemen, dan is de heer Van Houdingen zijn titel als Kamerlid niet waard. Heer Van Houdingen, voordat u interrompeert, het is uw laatste. Mooi. Het is mijn laatste inderdaad. Het zijn natuurlijk walgelijke insinuaties zoals we van de heer Sjoerdsma gewend zijn. En inderdaad, u bent niet in staat om maar één antwoord te geven. U heeft geen enkele vraag van mij beantwoord. En u bent ook niet in staat om een vergelijking te geven. Dat is ook logisch, want uw misdaden... Niet uw... Oké, via de voorzitter, de misdaden van de heer Sjoerdsma zijn inderdaad niet te vergelijken met de periode, omdat ze onvergelijkbaar zijn. Want ze zijn op een wereldwijde schaal, zoals we van de globalist van u kunnen verwachten. En u moet zich diep schamen. Okay. En uw tijd komt nog wel, want er komen tribunalen. De heer Van Houwelingen, dat zijn allemaal dreigementen. Ik vind het er niet fraaier op worden. Meneer Sjoerdsma, u heeft nog de ruimte om kort te reageren. Ja, voorzitter, dan zou ik het laten. Kijk, de uitspraken van Forum die zijn natuurlijk een dieptepunt. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat ik nog niet eerder mee heb gemaakt in de zaal, de plenaire zaal van deze Tweede Kamer. En ik ben inmiddels ruim 9 jaar Kamerlid. Dat een collega van mij hier aan de interruptiemicrofoon staat met een bedreiging. Die zegt, uw tijd komt nog wel. U komt voor een tribunaal te staan. En ik zeg u, meneer Van Houwelingen, in deze tijd waarin ik mij grote zorgen maak over de veiligheid en gezondheid van al mijn collega's in dit parlement, dat me dat niet licht valt. En dat ik dat ook niet licht neem, dat dreigement. En ik vraag u, meneer Van Houwelingen, als u de uitspraken van uw fractievoorzitter, meneer Van Houwelingen, niet wil terugnemen, om in ieder geval dit terug te nemen. Goed. Tot zover. De heer Van Dijk heeft een andere vraag, een ander onderwerp. Nou ja, voorzitter, dit moet mij van het hart dat ik het eens ben met de heer Sjoerdsma. En ik vind het niet alleen zwak, ik vind het ook laf dat de heer Van Houwelingen geen antwoord geeft op de vraag. Als zijn politiek leider hier ook niet gevaccineerden vergelijkt met Joden die op transport worden gesteld naar quarantainekampen, dan is dat niet anders dan walgelijk en verwerpelijk. Okay. En het is echt heel laf dat u hier niet op reageert, want u loopt weg niet bij de u. vraag die zojuist is gesteld. Ik vind ook nu weer dat de heer Van Houwelingen, na aanleiding van deze interruptie, dan het recht heeft om daar kort op te reageren. Maar ik zou u allen willen vragen via de voorzitter te spreken. En dan zeg ik nu gewoon dat we hier nu stoppen met dit onderwerp. Want dat gaat alleen maar leiden tot meer emotie en meer wijzen en meer u. Dus het gaat via de voorzitter of niet? Graag de voorzitter, via de voorzitter. De vergelijking met de Tweede Wereldoorlog. We hebben er een uitgebreid stuk van overstaan op onze website. Daar wil ik even naar verwijzen. Leest u dat eens? Waar het helemaal historisch wordt opgebouwd. De parallellen zijn angstaanjagend. Dus het geleidelijk aan uitsluiten van een groep. Dat moet u toch onderkennen. Dus je mag nu niet daarmee naartoe. Straks, ik begon toen met het bankje, daar was u ook zo boos over. Niet nou, u. Sorry, ik begon, daar voorzitter. Daar was de heer Van Dijk ook zo boos over. Ja, daar was de heer Van Dijk, voorzitter, ook zo boos over. Toen ik het vergelijk maakte, in mei was dat volgens mij een debat, met het bankje. Nou, het gaat inmiddels, voorzitter, het gaat al veel verder. Hè? Wij, ongevaccineerden, kunnen al theaters niet in. Allerlei, straks, als die coronapas en het debat is morgen, wij gaan het proberen om het te filibusteren, voorzitter. Als dat uitgebreid wordt, kunnen mensen ook worden van hun brood beroofd. We krijgen duizenden mails. En die krijgen andere Kamerleden, als het goed is, ook. Want dat zie ik. Van mensen die doodsbang zijn. Okay. We zien kinderen. Maar mag ik even? Ik word je van alles beschuldigd. Kinderen die niet meer naar een festival kunnen. Die zich buiten moeten afdrogen. Echt schandalige dingen.
die in dit staan die ik nooit voor mogelijk had gehouden. Wij komen hier op, verdomme, voor artikel 1 van de grondwet, daar komen we even op. Ja. Daar komen we even op. En dan krijg ik hier allerlei walgelijke insinuaties via de voorzitter, door de heer Soersma naar mijn hoofd geslingerd. Wij komen hier voor artikel 1 op, van mensen die helemaal in de verdrukking zijn, die zich geen raad meer weten. Dat is wat we doen. En dat hebben we eerder in de periode gezien, waar mensen ook de samenleving werden uitgedrukt op die manier. Ook onder het voorwetsel dat ze besmetting zouden zijn voor anderen. Dus de parallellen zijn angst aanjagen. Dus lees u dat stuk, in plaats van hier allemaal, oh, wat is het erg te doen. En dat zou je zien als het zich in zou verdiepen. Voorzitter. Heer Van Dijk, tot slot. Ik stel vast dat kort. Ik geen antwoord krijg. De heer Van Houwelingen zegt niks over de tweets die zowel Sjoerdsma als ik hebben genoemd. Van de heer Baudet, die direct verwijzen naar de Holocaust en de Jodenvervolging. Helaas. Ja, dan ga ik over naar mijn tweede interruptie aan de heer Sjoerdsma. Die gaat over Wit-Rusland. Maar ik vraag aan de heer Sjoerdsma of hij zelf daar nog iets over wilde zeggen. De heer Sjoerdsma moet even weer bij de les komen. Om heel eerlijk te zijn, voorzitter. Nee, ik ben niet bij de les. Nee, maar er is hier net namelijk gewoon een bedreiging geuit richting mij. En dus nee, ben ik niet bij de les. Ik verwacht gewoon eigenlijk dat er nu wordt ingegrepen. Dan kan of ik dat nu wordt teruggenomen, daar wacht ik even op. Oké, dan ga ik eventjes kijken of het misschien een wijs besluit is om voor dit moment kort te schorsen, om even te kijken hoe we dan verder gaan. Meneer Van Houwelingen, ik denk dat u genoeg aan het woord bent geweest. Ik wil de heer Van der Lee nog kort een interruptie geven of een ordevoorstel laten doen. Ja, het is een punt van orde. Ja. Ik voel helemaal mee met de heer Sjoerdsma. Oké. Het gaat nu niet meer om wie buiten deze zaal wat dan ook heeft gezegd. Nee. Het gaat erom wat er net in deze zaal door een Kamerlid in een richting van een ander Kamerlid is gezegd. Ja, en dan komt nog wel, de tribunalen komen eraan. Ja. Die woorden moeten worden teruggenomen. Helder. Dat kan niet in de Nederlandse parlementaire democratie. Meneer Van der Lee, dat een Kamerlid dit tegen een ander Kamerlid zegt. Ik liet u de ruimte om een ordevoorstel te doen. En ik zou willen voorstellen om even kort te schorsen om te kijken hoe we dit verder oplossen. Ik schors de vergadering. En geef de heer Van Houwelingen het woord. Voor de goede orde, ik zei net, wat ons betreft komen er op een gegeven moment tribunaal, omdat de misdaden die rond het COVID-regime plaatsvinden zo ontzettend groot zijn dat het alleen zo op te lossen is. Dus het is natuurlijk mijn opmerking juist niet persoonlijk bedoeld naar de heer Sjoerdsma, want hij is een van de velen die wat dat betreft wellicht dan tegen die tijd in aanmerking komen. Dus hij hoeft het niet persoonlijk op te vatten. Hoewel hij wel net een persoonlijke opmerking richting mij maakte betreffende een roman wat al lang ontkracht is. Dus zou hem sieren, de heer Sjoerdsma, als hij daar afstand van zou nemen. Oké, meneer Van Houwelingen, dit is precies niet wat we net hadden afgesproken. Toch weer jammer. Ik herfraseer uw woorden, dat doe ik nu ook bij uitzondering. Dat doe ik liever niet, want ik zou liever hier boven de partijen staan, me niet laten trekken in een debat tussen u en de heer Sjoerdsma. Maar wij spraken net af dat u inhoudelijk vindt dat er tribunalen aanstaande zijn. En wij spraken net af dat dat geen persoonlijk dreigement aan het adres van de heer Sjoerdsma was. Ik zie u instemmend knikken, dan laten we het hier nu bij. Maar besef dat woorden ertoe doen. Ja? Dan zijn we er weer. Ik kijk naar de heer Sjoerdsma, want hij was nog niet aan het einde van zijn betoog gekomen. Ik weet niet of u het af wilt maken. Voorzitter, ik ben meer dan aan het einde van mijn betoog gekomen. Die collega's die nog een inhoudelijke vraag aan mij willen stellen, die zal ik uiteraard van harte van antwoord voorzien. Daar hebben zij recht op. Zij hebben het recht op om mij als D66 als tweede partij van het land te bevragen, om kritisch te bevragen. Daarom zal ik blijven staan. Maar ik moet wel opmerken, mevrouw de voorzitter, dat ondanks uw herfrasering die ik op prijs stel, dat de heer Van Houwelingen die woorden niet terugneemt. En sterker nog, hij maakt ze misschien nog iets erger. Want waar de woorden eerst richting mij alleen, op mij alleen waren gericht, richt hij ze nu op iedereen die verantwoordelijk is voor het coronabeleid. Nee, mevrouw de voorzitter, ik markeer dit nu in deze Tweede Kamer. Richt hij ze nu op iedereen die het coronabeleid op een of andere mate steunt. En ik zeg u dit. U kunt democratisch tot stand gekomen besluiten niet gelijkstellen met misdaden. U kunt de parlementariërs niet misdadigers noemen. U kunt niet zeggen, uw tijd komt nog wel. Helder. Dat soort bedreigingen hebben geen pas in deze Tweede Kamer. Die waardigheid die zullen wij allen moeten terugbevechten. En dat ben ik met u eens. Tegen de voorzitter. Dat ben ik met u eens. Nee, we gaan dit echt even afsluiten, dit punt. Want we kunnen hier overheen blijven gaan. Ik zie uw ergernis en ik deel die ergernis, maar dit is nu even wat het is. De heer Van Dijk.
Ja, ja, voorzitter, ik wil alleen maar zeggen dat ik mijn interruptie niet meer ga doen. Want het debat is ernstig verstoord door wat hier nu gebeurde. En ik vind het heel erg teleurstellend dat de heer Van Houwelingen net aan u aangaf dat hij wilde zeggen dat het geen persoonlijk dreigement was, maar dat niet herhaalt hier voor de microfoon. Okay. Ongelooflijk. Meneer Van Dijk,